Hey, leuk dat je kijkt naar deze Doe Het Jezelf video. Ik ben Grace en vandaag gaan we aan de slag met tie-dye. Tie-dye is dus echt helemaal hot op dit moment. En ik geef TikTok de schuld, maar TikTok is ook leuk dus. Maar iedereen is dus momenteel aan het tie-dyen, dus ik dacht, ik ook! Dus vandaag ga ik zelf ook aan de slag met tie-dye, maar dan Shibori-stijl. En Shibori is een eeuwenoude Japanse verftechniek. Met Shibori maak je dus patronen door de stof te binden, te naaien, te vouwen. Je hebt dus allerlei verschillende Shibori-technieken. En in deze video laat ik je er een paar zien en natuurlijk ook het resultaat. Oh! Vergeet je trouwens niet te abonneren op mijn kanaal, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dat zou ik echt super leuk vinden. En ik ben ook heel erg benieuwd of jij op TikTok zit. Mocht dat zo zijn, laat dan eventjes in een reactie hier beneden jouw naam achter. Dan ga ik je opzoeken. Oké, en dan gaan we nu DIY tie-dyeen Shibori stijl. Om te beginnen maak je de stof of het kledingstuk eerst eventjes nat en wring je het uit. De eerste techniek die ik jullie laat zien is een vouwtechniek en we gaan drie hoekjes vouwen. Daarvoor doe je eerst een accordeonvouw en daarna vouw je de drie hoekjes. En bind je vervolgens de stof vast met een stiekje. De volgende techniek heet nemaki en daarmee bind je eigenlijk gevonden voorwerpen in de stof om zo cirkels en kringen te maken. Je kan hiervoor bijvoorbeeld knikkers gebruiken of steentjes of zoals ik magneetjes. De volgende techniek is een itajime shibori en daarvoor beginnen we weer met een accordeonvouw. Het leuke van deze techniek is dat je er hele mooie patronen mee kunt maken en dat komt eigenlijk omdat je het dus klem tussen, nou in dit geval tussen theeglaasjes, waar je zeg maar je theezakje op doet. Maar je kan hiervoor misschien nog beter hout gebruiken of onderzetters. De volgende techniek is een hele simpele en eigenlijk rol je gewoon je kledingstuk op en bind je daarna elastiekjes eromheen. En op deze manier kan je een streeppatroon creëren. De laatste techniek die ik jullie laat zien is een arashi shibori. En arashi, dat is Japans voor storm. En je kan hier ook een heel mooi stormachtig streepeffect meekrijgen. En dat doe je eigenlijk door je stof te binden rondom een paal of een stok. Je maakt de stof aan beide uiteindes vast met een elastiekje. En daarna wikkel je nog met een stuk touw eroverheen. Dit worden je strepen. De volgende stap is het onderdompelen van de stof in je verfbadje. En bij Shibori gebruik je daarvoor indigo. Maar je kan natuurlijk ook gewoon verf gebruiken uit een tie-dye kit. Bescherm bij deze stap ook zeker eventjes de ondergrond en trek ook je handschoenen aan. Zelf wilde ik een beetje een lichte blauwe kleur, dus ik heb het maar voor ongeveer 3 tot 5 minuten ondergedompeld. En daarna heb ik het 20 minuten laten staan. Maar lees zeker eventjes de instructies op jouw verpakking van jouw verf, hoe je die het beste kunt maken en hoe je daarmee moet werken. Vervolgens heb ik de kleur uitgewassen met koud water en daarna met warm water. Daarna kun je de stiekjes losmaken en je stof uitvouwen en nog eventjes laten opdrogen aan de waslijn. En dan kan je ondertussen al je resultaat bewonderen. En dan is het nu tijd om het resultaat te laten zien van elke techniek. En bij techniek 1 hebben we al die driehoekjes gevouwen en dit is het resultaat. Ik vind deze echt zo tof geworden. Dit is echt, denk ik, mijn favoriet. Bij de tweede techniek hebben wij allemaal magneetjes erin gebonden. En dit is het eindresultaat. Ik vind het net allemaal kwalletjes. Daarna heb ik geprobeerd om met theeglaasjes witte cirkels erin te krijgen als patroon. Maar dat is iets minder goed gelukt. En dat komt waarschijnlijk doordat ik de stiekjes niet zo sterk had gebonden als had gemoeten. Maar je ziet wel wat. Dus dit is het uiteindelijk het patroon geworden.
De vierde techniek was een hele simpele en we hebben allemaal stiekjes gewoon eromheen gebonden. En uiteindelijk kregen we dus streepjes. Zoals dit. De vijfde techniek die ik jullie heb laten zien was het binden van de stof rondom een paal. Blijkbaar heb ik het niet helemaal goed opgerold, want er zijn nog hele stukken. Hier zat natuurlijk dat hout, dus dat is gewoon nog wit gebleven. Maar waar de verf wel bij kon, dat is echt heel erg tof geworden. Dus dan krijg je een soort diagonale streep krijg je erin. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om samen met mij deze Shibori verftechnieken uit te proberen. En ik ben super benieuwd welk patroon jullie nou het allergaafst vonden. Laat het eventjes weten in een reactie hier beneden. En wil je nou de technieken nog eventjes stap voor stap teruglezen? Dat kan. Ik heb het allemaal uitgeschreven op mijn blog. Ik zal de link hierna ook nog eventjes vermelden in de omschrijving. Mocht je nou zelf aan de slag gaan met een van deze Shibori technieken. Ik ben echt super benieuwd naar het resultaat bij jou. Dus tag me eventjes op Instagram, op Facebook of op TikTok. Want tegenwoordig heb ik ook TikTok. En TikTok is leuk en verslavend. Oké, ik zie jullie de volgende keer weer voor een nieuwe Doe het Jezelf.